Hallo en welkom bij weer een nieuwe Jaar van de Tuin, waarin we het tegen onze gewoonte in, we hebben het natuurlijk heel vaak over tegels erin, we gaan het nu ook hebben over tegels in je tuin. Want ook in een groene tuin kan het soms best een beetje handig zijn om hier en daar een stapsteen te hebben of een andere vorm van betegeling. Bijvoorbeeld als je een niet heel grote tuin hebt zoals in Leiden en je wil er ook een fiets kwijt of je hebt een oprijlaan met een auto erop en die moet daar kunnen staan. Hoe pak je nou zoiets aan? Hoe kun je dan toch een beetje een groene tuin hebben, maar ook die tegels? Nou, daarvoor hebben we in de studio Sjaak Willemstein. Sjaak, jij bent hovenier, tuinontwerper, schrijver van het boek De Duurzame Tuin. Ja. En jij kan mij hier van alles over vertellen. Ja, ik kan er inderdaad heel veel over vertellen. Een tuin waar heel veel bestrating in ligt, wordt natuurlijk heel erg warm. Ja. Je komt met een regenwaterprobleem als je niet uitkijkt. En dat is eigenlijk alleen maar vervelend. Maar er zijn ook mensen die willen toch van A naar B over bestrating. En dan ben ik erg voorstander van waterdoorlaten of waterpasserende bestrating. Waarbij dan eigenlijk het water wat er valt op die plek ook gebruikt kan worden. Ja. En in de bodem kan infiltreren, waardoor het ook zijn functie krijgt, waarom het geval is op die plek. En met in de bodem infiltreren bedoel je gewoon dat de grond een beetje nat blijft, dat er wat kan groeien en zo? Ja, het heeft een aantal voordelen dat die grond vochtig blijft. Als het warm wordt, gaat eerst dat water verdampen. Ja. Verdamping van water geeft verkoeling, dus je hebt een wat koeler terras. Als je allemaal grijze tegels neerlegt of antracietgrijs, wat heel erg in de bodem is, wordt dat juist warm met de zon erop. Ja, dat is net als dan zo'n zwarte auto of zo, dat ook altijd loeien dat heet. Wordt natuurlijk gewoon erg heet. Terwijl als je tegels neerlegt die waterdoorlatend zijn, dan kan dat water daaronder zich gaan vestigen en weer verdampen op het moment dat het nodig is. En combineer die tegel nog een keertje met groen. Ja, dan heb je natuurlijk sla je twee vliegen in één klap. Ja. En het water gaat in je ondergrond zitten en je beplanting groeit tussen je bestrating door, waardoor dat dan ook nog een keertje verkoeling geeft. Oké, en als je nou zegt, je hebt het ook over beplanting. Nou, je maakt dan een heel ontwerp. Ja. Is dat doorgaans meer zeg maar gewoon de planten of hoe ben je echt zeg maar gespecialiseerd in terrassen? Nee, in principe een totale tuin en dan gespecialiseerd op het gebied van duurzaamheid. Oh, okay. Dus een tuin moet uiteindelijk levend worden. Mm-hmm. En we noemen dat ook wel duurzaam, maar duurzaam heeft vaak weer een nadelig bijeffect dat men dan denkt dat het duurder is. Terwijl dat het eigenlijk in de praktijk helemaal niet hoeft te zijn, omdat je heel veel materialen weer hergebruikt. Yeah. En een betontegel Een betontegel? Ja, dit is een betontegel en daartussen zit ruimte wat opgevuld is met grond. Maar zijn die latjes dan de tegels of zit er in de tegel aarde? In de tegel zit aarde, dus waar het nu groen is, daar zit aarde. Oh, dit soort tegels zijn 12 centimeter hoog, dat lijkt wat veel. Dat is zoiets, toch? Nou, nog ietsjes hoger. Zoiets, oké. Okay. En dat heeft het grote voordeel dat je ook met zwaar verkeer daar gewoon overheen kan rijden, dus ook met vrachtwagens daar gewoon overheen kan rijden. Mm-hmm. En er blijft dan voldoende grond tussen die stenen zitten om ervoor te zorgen dat een plantje daar gewoon goed kan groeien. Ja, er staat hier inderdaad van alles tussen. Ja, ik heb een speciaal grasmengsel daarvoor samengesteld. En dan niet gewoon gras, want gewoon gras heeft het nadeel dat je dan automatisch het idee hebt van goh, ik moet het gaan maaien. En dat is nou eigenlijk weer net niet de bedoeling. Ja. Bovendien is het ook niet handig om dit soort bestratingsmaterialen te gaan maaien. Mm-hmm. Dus het zijn breedgroeiende grassen. En daartussen zitten ook wat klavers. En die klavers, als dat in bloei komt, is het wel leuk voor de hommels en voor de bijen. Maar voornamelijk breedgroeiende grassen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het ook wintergroen is. Waardoor het het hele jaar door zijn functie heeft en ook gewoon een mooie uitstraling heeft. Ja, precies. Want je hebt hier ook allemaal verschillende soorten. Is dit dan ook geschikt voor je vrachtwagen? Of is dit meer voor als je... Okay. Nee, dit is ook prima te gebruiken om met vrachtwagens en auto's overheen te rijden. Fietsen, lopen gaat op zich, als je eenmaal gewend bent aan het patroon, gaat het ook goed. Meestal combineer ik dit dan, bij wijze van spreken, in een oprit. En dan daarnaast leggen we dan een pad met wat dichtere stenen of waterpasserende of waterdoorlatende bestrating. Ja, ja. Waardoor je dan naar de voordeur wat makkelijker kan lopen. Ja, dat je eventueel als je toevallig een keer met een kinderwagen hebt of zo, dat het dan ook gewoon gaat. Ja. Want ik kan me voorstellen dat dat een beetje hobbelig is of valt het dit wel is mee? Wat hobbelig, want je moet er altijd wel voor zorgen dat de grond niet helemaal tot bovenaan in de steen zit. Ja, precies. Dus die steen, die begroeiing zit net altijd even ietsjes lager als de bovenkant van de steen. Dus het is een beetje hobbelig als je er overheen rijdt, loopt, fietst. Maar je hoeft dus niet over die kronkeldingetjes te lopen?
Nou, het loopt. Nou, als je eenmaal deze in je tuin hebt liggen als oprit, dan weet je op een gegeven moment een soort automatisme waar je makkelijk kan lopen. Okay. En dan gaat dat op zich ook wel aan de andere kant. Je kan hier prima overheen lopen. Ja. Alleen op de fiets is het wat, wat hobbelig. Okay, maar goed, dat zijn sommige stenen in de binnenstad natuurlijk ook al. Ja. Dus dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Nee. Nou, dat ziet er wel heel grappig uit. Maar heb je nou heel veel verschillende soorten? Want dit is vrij dicht wel. Nou, we hebben in totaal aan water doorlatende, tenminste dit noemen we dan eigenlijk waterpasserende bestrating. Daar gaat dan eigenlijk het water via de voeg, en dit is dan in dit geval een brede voeg, de totale... Dit zijn de voegen toch, die streepjes? Ja, ja. Okay. En waar in principe het groen groeit. Oh, dat zijn ook voegen. Dat is in principe de voeg, daar zit de grond in. Oh, okay. En onderling zitten dan die stenen weer aan elkaar verbonden, aan de onderkant van de steen die dus helemaal op de grond ligt. En hiermee kan je dan eigenlijk, deze hebben dan die ronde vorm. Ja, dat vind ik ook een hele grappige. Dit lijkt een soort van belletjes, maar dan dus grijs. Ja, het zijn ronde stenen die ook allemaal aan elkaar vast zitten. Dit moet wel machinaal gelegd worden, want het is gewoon te zwaar om dit handmatig te doen. Wat mij opvalt bij deze steen is eigenlijk, deze is bedoeld voor echt zwaar verkeer. Maar voor een oprit is dit prima. Je kan hier ook prima overheen lopen. Dat gaat echt makkelijk. Maar er wordt ook heel veel gebruikt gewoon als terras. Oh, wat grappig. En dan eigenlijk ook bij de wat jongere, duurzame klant. Ja. De 30-40er, die het gewoon mooi vindt om een levende, duurzame tuin te maken, wordt deze eigenlijk best wel veel gebruikt als terras. En de wat oudere iemand die denkt dan van ik zak dan weg in dat gras. Ja, dat je stoelpoot dan zo erin plant of zo. Maar die hebben dan ook de oplossing voor om dan een andere stoelpoot onder de stoel te hebben. En dan daar gewoon prima op te kunnen functioneren. En hier gaat natuurlijk heel goed het water doorheen. Ja. Het is een beetje jammer dat we deze bestratingsmaterialen allemaal uit Duitsland of uit België moeten halen. Dat wordt niet in Nederland gemaakt. Nee. In Nederland vinden de grote betonfabrieken nog steeds dat de consument niet zit te wachten op waterdoorlatende of waterpasserende bezating. Er zijn een paar oplossingjes en ook wel de grote jongens die dan bestrating waterdoorlatend of waterpasserend maken voor gemeentes, bestrating in de wegen, zeg maar. Maar dat is toch nog steeds lastig. Voor consumenten komt het eigenlijk alles wat wij hebben liggen allemaal uit Duitsland en uit België. Okay. Maar goed, dat is gelukkig niet heel ver weg. Dat zijn gewoon buurlanden. Nee. En dat grasmengsel ertussen, dat hoef je dus niet te maaien? Nee. Dat wordt op zich, doe je er helemaal niks aan, dan zou het zeg maar zo'n 30 centimeter hoog kunnen worden. Ja, okay. Maar het is wel zo dat als je er overheen loopt of fietst, dan breekt het eigenlijk af en dan blijft het op de grond liggen. En dan, blijft de het ultiem gewoon. Gemakkelijke oplossing is eigenlijk deze plantenmengsel, zeg maar, dat hoef je bijna niks aan te doen als je gewoon gebruik maakt van de oppervlakte. Ja, die tegels neerleggen, opvullen met tuinaarde. En dan, het is een biologisch zaadmengsel met skoolkeur, dus het is echt gewoon een goed mengsel. Duurzaam. En dan, sommige mensen willen het graag opvullen met grind, dat kan natuurlijk ook. Ja. Mijn voorkeur heeft dan olivijn. Olivijn is een grijs grind wat ook CO2 bindt. Oh, okay. Dat is ook gelijk dan weer een algbestrijder. Dus dan haal je het uit de lucht? Ja, die bindt CO2 uit de lucht. Okay. En die zet het om in kalk. Dus dat is als je zeg maar niet de gemakkelijke plant zeg maar hebt, dan heb je dus... olivijn of er ertussen eventueel? Ja, het liefst gebruik ik gewoon beplanting ertussen, omdat dat ook extra verkoeling geeft. En het water ook wat makkelijker opneemt. En ook in noodgevallen ook het water weer omhoog kan komen als het droog mocht zijn. En olivijn heeft dan eigenlijk het voordeel dat het dan CO2 bindt. Maar ik heb het liever met groen, waardoor het ook gewoon koel blijft. Ja, precies. Ja. Nou hadden we het net al eventjes over dat je ook de tuin als geheel, zeg maar, kan doen. Ja. Zitten daar nou ook nog echt dingen bij voor als je dus niet zo heel goede groene vingers hebt, dat je dan denkt, nou dit is echt een makkelijke oplossing. Je hebt al die terrassen, heb je dan zeg maar al groen. Ja, ja. Aan andere planten die je vaak aan mensen aanraadt? Nou, wat ik altijd wel belangrijk vind, is eigenlijk de bodem. Daar begint het eigenlijk mee. Maar dan ga je vaak weer een wat ingewikkelder verhaal aan. Ja. Maar dat die bodem in ieder geval bedekt is. Al zou het maar met onkruid zijn. Maar dat die bodem maar bedekt is, omdat dan regenwater in kleine druppeltjes uiteen kan vallen en makkelijker opneembaar wordt door het bodemleven. Als die bodem bedekt is, dan kan er ook veel minder water verdampen. Waardoor de planten en het vocht wat gewoon in die bodem zit ook veel beter dat regenwater kan gebruiken om te kunnen groeien. Mm-hmm. En het zorgt er ook voor dat als je die beplanting ook allemaal door elkaar heen zet, dat je het hele jaar door eigenlijk kleur in je tuin hebt. Okay. Ik werk veel met vaste planten. Dat zijn dan planten die in het najaar afsterven en in het voorjaar weer opkomen. Ik maak ook de tuinen niet winterklaar.
Want dan haal je eigenlijk ook al je voeding die in het groen zit uit je tuin. Geen blaadjesharken? Geen blaadjesharken, hooguit van je gazon af. Maar in principe gewoon al het blad en al het materiaal wat je eigenlijk in die tuin hebt groeien. Dat je dat weer in kleine stukjes uit elkaar knipt en dat weer terugbrengt in die tuin. Waardoor eigenlijk ook alle energie in die tuin blijft. En op die bodem ontstaat dan een, ja, uiteindelijk een dunne humuslaag. Waar dan ook de slakken weer in gaan zitten. En die slakken die zijn eigenlijk de laatste levende organismen bovengronds. Die eigenlijk het organisch materiaal afbreken en beschikbaar maken voor het bodemleven. Okay. Wat zo ontzettend belangrijk is in de bodem. De bodemleven is echt het allerbelangrijkste. Dan hoef je nooit meer te composteren, niet meer harken. Nee, dat is eigenlijk composteren, een ultieme, makkelijke... Composteren moet je eigenlijk niet doen. Ik zou echt willen voorstellen om te fermenteren. Dat gaat om de zuurstofarme omstandigheden. Maar dat is weer iets gecompliceerder. Dan gaan we misschien een beetje te ver af. Ja, van precies. Nou goed, dan hebben we dus een hele hoop gehad over tegels in je tuin en hoe je die dan wel in kan passen in een duurzame tuin. Nou, we gaan nu even naar een tegeltuin kijken van Sander Toet uit de Zeeuwenbuurt. En Dillis ging bij hem langs om bij hem een tuinontwerp te bespreken. Dus daar gaan we even naar. Zo, lieve kijkers, welkom in de Zeeheldenbuurt. En ik zit hier in de achtertuin met Sander. En waarom zijn we hier? We zijn hier omdat wij hier nu 2 jaar wonen en onze tuin is, zoals je ziet, helemaal betegeld. Dat houdt in dat het in de zomer heel erg warm wordt en als het regent dan blijft het water voornamelijk erop staan. Het stroomt niet makkelijk weg. En daar wilden we graag wat aan doen. We wisten alleen niet zo goed waar we moesten beginnen. Dus nu kwam de actie van het vergroenen van de tuin en dachten we laten we gebruik maken van deze mogelijkheid om met een echte tuinarchitect iets er moois van maken, wat ook gewoon praktisch is tegen opwarmen in de zomer en afwatering. De hele tuin ligt inderdaad vol met tegels. Nou komt er al het een en ander tussendoor. Mooie stoepplantjes. Ik zie Canadese fijnstralen en klaverzuring. Ik vind het op zich ook wel leuk dat er plantjes tussen groeien om het wat groener te maken. Maar het is in de praktijk dat ik wel hier een plekje heb om mijn tuin te zetten, om in de zon te kunnen zitten. Maar voor de rest het voornamelijk het adagium tegels eruit, planten erin. Gewoon veel meer open en ja, ook dat er wat meer beestjes op af zouden kunnen komen. Oké, dus een mooie groene tuin. Goed voor de beestjes, goed voor de insecten, ja. Egels en een grote rode kat. Precies, die loopt er ook rond. Nou, dat klinkt goed. Tegels eruit, planten erin. Wij horen niets liever. Voor het bereiken van van wat nu nog een droombeeld is... word ik nu vervangen door Dillis, die daar meer mee kan. Nou, we hebben net eigenlijk al je wensen al samen even doorgenomen. Hè? Laten we even kort nog even kijken van wat willen jullie nou allemaal hier zo in deze tuin? Ja. Je zei van, nou, we willen veel meer groen, maar wel wat onderhoudsvriendelijk als Klopt. Het kan. Jullie hebben een mooie terrasset, daar willen jullie dus wel tegels voor, een terrasje. Nu is de poort dus eigenlijk aan de rechterkant van jullie tuin. En eigenlijk is het handiger om die te gaan verplaatsen tegen de schuur aan, zodat jullie looplijn zo kort mogelijk is. Jullie benoemden ook een waterprobleem. Nu blijft het op de tegels natuurlijk liggen. Klopt. Ja, en wat dan helpt is een boom te plaatsen, want de boom die absorbeert gewoon heel veel vocht. Oké. Ja, je vertelde ook van, ja, je vriend die zijn het niet altijd eens over de uitstraling van de tuin en ook van het interieur. Klopt. Jij had wat meer van strak en je vriend wel meer van natuurlijk. Dus we dachten van, nou, laten we een compromis sluiten. Een mooi strak terras met vierkante tegels en mooie natuurlijke wilde beplanting eromheen. Zodat jullie allebei tevreden zijn. Okay. Veel kleur in de beplanting en de biodiversiteit stimuleren vinden jullie ook belangrijk. Zeker. Ja, ja. Dus daarvoor is het eigenlijk belangrijk om te zorgen voor bloeispreiding. Dat er eigenlijk elk seizoen eten te halen is hier zo in de tuin. Dus gaan we eens even kijken hoe dat er dan uitziet op de plattegrond. Ja. Nou, we kijken hier zo vanaf het huis. Mm-hmm. Dan hier zo het terrasje waar jullie tuinset op kan staan. En dan hier hebben we de stapstenen. Want jullie gebruiken dit niet met de fiets, dus er hoeft ook helemaal geen pad. Dus dan kun je stapstenen mooi met kruipende planten ertussen. Ja. Hier zo kunnen jullie mooi het water afkoppelen op een regenton. Ik hoorde ook net dat je diertjes leuk vinden in de tuin. Dus ik dacht van, nou ja, wat je dan kan doen, is bijvoorbeeld een egelpoortje maken. Het is eigenlijk een gat in de schutting, waar dan eventueel, als ze er zijn, egeltjes door kunnen komen. Leuk, ja. En wat zij belangrijk vinden in de tuin, is bijvoorbeeld wel een beschutte plek. Mm. Dus dan hier zo'n beetje achterin wat meer de boom. Je zei, ik doe hem niet te dicht bij mijn terras, want je wil niet dat je veel zon wegneemt. Nou, dan heb ik nog wat opties eigenlijk voor beplanting. Okay. Voor wat tips van wat zouden we dan in de tuin kunnen gaan plaatsen. Nou, je ziet hem hier zo, een Liatus spicata is bijvoorbeeld mooi, die bloeit mooi met aren. Mm. Die houdt ook wel van vocht in de grond. Een mooi siergras die niet te groot is, maar wel iets hoger, is een prachtriet. Miscanthus chinensis gracilis, moeilijke naam altijd. Nou. Maar die wordt ongeveer een meter 1,20, dus ook niet te hoog. Ja. En het bloeit met mooie aren ook in de herfst. Okay. Een verbena is altijd mooi om toe te passen. Die is wat hoger, maar wel mooi transparant voor het wilde effect.
Voor een boom, ja, het is persoonlijk een van mijn favoriete bomen. Okay. Die bloeit eigenlijk in de winter. Een soort prunus en winterbloeier. Dus die heeft dan bloesems 4 maanden. Start ongeveer in november, eindigt in februari. Okay, ik denk altijd in de tijd als er weinig kleur is. Denk ik, vind dat is altijd zo'n mooi moment als die in bloei staat. Tussen de tegeltjes kan je bijvoorbeeld kruipentijm doen of vetmuur. Ja, en daar heb je tegen de schutting heb je voornamelijk schaduw. Dus als je die mooi wil laten begroeien, is een Toscaanse jasmijn altijd een goede tip. Die is wintergroen, maar geurt heerlijk in de zomer. En ook om dat te zorgen dat er in het vroege voorjaar veel voeding is, zijn verwilderingsbollen altijd een goed idee. Okay. Dan is er ook op dat moment iets van voeding te halen, want vaste planten meestal pas mei, juni voor het eerst gaan bloeien. Ja. Nou, wat vind je ervan? Ja, nee, dat lijkt me echt wel gewoon een stuk beter dan wat het nu is al inderdaad. En het is gewoon, we hadden zelf geen idee waar we moesten beginnen en waar we aan moesten denken. Dus het is gewoon heel fijn dat jij gewoon al deze ideeën hebt, zodat we gewoon er iets heel moois van kunnen maken. Mooi. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Nou, wel eens aangeschoven. Ik zei net al eventjes, Flip the City. Het is alleen niet Emma die ons wat meer gaat vertellen, maar Hidde Griek. Hidde, ik begreep, jij bent een van de medeoprichters van Flip the City. Kun je mij iets meer vertellen wat dat is en wat jij daar zoal doet? Ja, zeker weten. Flip the City is een concept wat we nu bijna ruim een jaar geleden hebben opgezet. Tijdens de Circular Challenge van Blue City. Blue City is een grote soort van circulaire incubator. Of een groot soort van verlaten zwembad waar volgens mij het vroegere Tropicana in zat. En daar zijn allemaal verschillende bedrijven gevestigd die iets met circulariteit doen. En elk jaar schrijven ze een wedstrijd uit om eigenlijk grote opdrachtgevers, bijvoorbeeld bedrijven die problemen hebben met reststromen of gemeenten die denken van oké, hier kunnen we iets mee doen. Die proberen ze te koppelen aan studenten en ontwerpers en mensen soort van die ondernemend zijn. En daar zijn wij eigenlijk ook terechtgekomen. Dat is ons hele verhaal begonnen. Ik werd samen met Emma en Elisa en nog 2 anderen die nu helaas niet meer bij ons zitten. Maar we zijn met z'n drieën soort van in een groep gezet waarbij we werden gekoppeld aan de provincie van Zuid-Holland. De gemeente Rotterdam en het waterschap van Rijnland. En zij kwamen eigenlijk met het idee van oké, er moet iets concreet gaan gebeuren met Edecroos. Omdat ze bijna 1 miljoen, in ieder geval in de provincie Zuid-Holland, 1 miljoen aan soort van maaikosten en verwerkingskosten kwijt zijn. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk niet echt iets concreets met Edecroos gedaan. Het werd of gecomposteerd, maar dat was ook in zelden zo. Of het werd verbrand, dus zeg maar gebracht naar afvalverwerkers. En toen zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen om iets concreets te gaan verzinnen. Een product of iets te gaan verzinnen waardoor je Edecroos zou kunnen verwaarderen. Wacht even, want je zei net circulair. Wat, je hebt het over herwaarderen en dat je dingen dus niet wil verbranden. Wat is circulair precies? Kun je dat kort even toelichten? Ja, ik denk dat dat lastig is, want ik denk dat iedereen toch wel een soort van eigen definitie daaraan heeft. Maar ik denk dat circulair, je hebt natuurlijk circulair. Dus bijvoorbeeld als je gewoon kijkt naar het ecosysteem aarde, dan is alles in principe circulair. Omdat elke grondstof wordt benut door een of andere actor in het hele netwerk. Mm. Dus bijvoorbeeld van een boom groeit op, die gaat dood, die wordt uiteindelijk verwerkt door andere planten, koolstof. Die wordt weer grond in feite, toch? Exact. Dat is echt circulair. En dat is een ambitie die mensen ook graag in het kapitalisme willen integreren. Dus bijvoorbeeld dat de supply chain die je hebt voor jouw bedrijf of jouw product gewoon compleet rond is. Dus zeg maar dat uiteindelijk wat je consumeert ook weer terug wordt opgevangen op een manier. Als en dat ik hem even is, heel ik simpel zeg, mag ik dan zeggen afval is grondstof, dat is circulair? Ja. Is dat een soort van een goede samenvatting? Nou ja, dat is een van de samenvattingen die eruit. Kijk, dat is hoe wij onszelf profileren als circulair. Maar ik wilde ook wel echt heel goed bij zeggen van het is niet, de perfecte wereld nog. Nee, precies. Oké. Maar wat jullie dus doen is al dat ene kroos, daar zijn jullie nu iets mee gaan doen. Nou zei ik net al kroostegel. Ja. Jullie maken tegels? Wij maken tegels van ene kroos. Wij zagen in het ene kroos dat er een eigenschap in zat wat eigenlijk een hele goede soort van composterende functie had. Daar hebben we een formule voor gemaakt en dat iets geoptimaliseerd.
En toen hebben we eigenlijk gekeken naar, oké, wat zijn nog grotere problemen voor gemeenten en bijvoorbeeld een provincie? Mm-hmm. Zijn we gaan kijken naar de versteende stad. En daarbij zie je vaak problemen zoals wateroverlast, omdat er te veel beton ligt. Je ziet hittestress. Volgens mij hebben afgelopen week bij jullie ook een best wel aparte hitte gehad. Ja, exact. Dat zijn allemaal problemen die je zou kunnen oplossen door de stad te vergroenen. Okay. En natuurlijk worden er gewoon grote investeringen ingedaan door gemeenten en gemeentelijke organisaties. Alleen, wat zou nog leuker zijn? De inwoners echt van bottom-up, als het ware, ook de kracht en soort van de mogelijkheid geven om dat zelf te doen. En dat zie je dus ook nu echt steeds meer gebeuren, dat met mensen een soort van geveltuintjes aan het maken zijn naast hun huis om gewoon meer groen te integreren, ook om een beetje een soort van de biodiversiteit te promoten, wat meer insecten en een soort van leven terug te brengen naar de stad. En daar willen wij eigenlijk op inspelen door gewoon een substraattegel te maken die we hebben ontworpen en nu geproduceerd, die gewoon gemakkelijk voor een tegel zou kunnen flippen. En dat is ook ons hele concept. En daarmee gemakkelijker biodiversiteit integreren. Omdat alles soort van, zit er al in. Dan haal ik een tegel eruit en dan stop ik jullie tegel erin. En waarom is dat dan precies beter? Wat doet dan zo'n kroostegel? Want je zei het al, hij is composteerbaar. Dus daarna is er dan geen tegel meer? We hebben dus een soort van, met een formule hebben we die tegel gemaakt, waar dus ook soort van zaden en meerjarige bloemen en meerjarige planten in zitten. Het is nog een beetje aan ons om soort van die selectie te maken, maar uiteindelijk willen we ook naar dat jij als consument zelf die selectie zou kunnen maken. Die zitten er al in geïntegreerd, dus het is niet meer echt daarna omkijken. Je legt hem neer, het regent, hij houdt water vast. Langzamerhand breken door gewoon de micro-organismen die zeg maar in de grond sowieso al zitten, breken die tegel langzamerhand af en komen daar nutriënten voor vrij voor de planten die daaruit komen. Okay. Dus ik leg een tegel neer en dan duurt het misschien een maand of twee maanden en dan komt er ineens een maand. En dan komt er ineens een soort van automatisch een tuintje. Dat is wat je zegt. Ja. Dus ik heb een groene tegel van Kroos die ik in plaats van mijn eigen tegels kan doen en dan hoef ik verder zelf niet zo heel veel meer aan te pakken. Nee, precies. Okay. Dat is de tegel. Dat is wel heel tof. Daarbij moet ik wel zeggen, je kan er nog niet op lopen. Nee, dat is misschien nog een idee waar we naartoe willen. Maar dit is echt meer voor soort van de gevelkant. Omdat wat je ook ziet, het platteland tegenwoordig in Nederland, dat is bijna zo'n grote monocultuur. De stad als biodiversiteitshub is steeds belangrijker. Monocultuur betekent gewoon te veel gras of zo, of één plant. Is dat... Sorry. Okay. Misschien ga ik te veel op de terminologie. Even checken. Nee. Monocultuur is zeg maar echt dat je gewoon te veel van één plant hebt. Oké. En dan gaan jullie daar dus iets mee doen? Wij willen eigenlijk al die kleine verschillende gebiedjes in de stad, die groene gebieden die er wel zijn, aan elkaar sluiten tot één groot netwerk. Zodat bijvoorbeeld een vlinder of een bij gewoon overal en ergens naartoe kan gaan. Dus die heeft dan net als wij, we hebben natuurlijk bussen en treinen en wegen. Maar dan heb je voor de vlinder dus ook snelwegen, dat die gewoon makkelijk van A naar B... Een soort van kroossnelwegen. Kroossnelwegen in geveltuintjes, zodat mensen dat dan zelf niet allemaal hoeven uit te zoeken welke planten, et cetera. Nee. En dus circulair, omdat je dus het afval wat anders verbrand zou worden, nu in de tegel verwerkt. Ja. Oké, en jullie zijn in Rotterdam begonnen en nu dus ook hebben we in Leiden een aantal tegels. Willen jullie nog heel Nederland over gaan nemen? Wij willen heel Europa gaan overnemen. Heel Europa gaan overnemen. Nou, dat klinkt heel erg gaaf. Dankjewel voor al je uitleg. Dankjewel. Je kan dus een kroostegel winnen. Ik zei het al eventjes, jaarvandetuin@leiden.nl. Hidde, dankjewel voor je tijd en je uitleg. Kroostegels dus. Nou, dat is nog eens een mooie oplossing. Als je dus iets van tegels wel in je tuin wil leggen. Sjaak, heb jij nog, voor je zo meteen weer ervan doorgaat, heb jij nog een goede tuintip voor september die je de kijkers mee zou willen geven? Nou, september is altijd natuurlijk een mooie maand om nog even van je tuin te genieten. Dus doe daar op zich nog niet zoveel aan. Je zou eventueel nog een heg kunnen knippen, want dat er nog wat een beetje geciviliseerd uitziet in de winter. Ja. Maar eigenlijk hoef je daar ook niet zoveel aan te doen. Er zijn wat heesters, bijvoorbeeld een vlinderstruik die nu best wel groot en grof is uitgegroeid. Ja. Die zou je wat terug kunnen zetten. Je zou nog wat bodemleven kunnen toevoegen, om bodemleven ook in de winterperiode nog wat te activeren. Ja. En waar je natuurlijk ook aan kan denken is om de bloembollen alvast te bestellen. Neem daarvoor het liefst dan de biologische bloembollen of eventueel steenselbollen. Dat zijn echte verwilderingsbollen
die al vanaf januari, februari volop in bloei zijn. Oh, wat leuk. En die dan eigenlijk worden overgroeid door de vaste planten die ook in de tuin groeien. Mm-hmm. Maar dan heb je in ieder geval wel de bloemen straks voor de bijen. Want tegenwoordig, ja, door de klimaatverandering in januari, februari zijn er best wel dagen dat het boven de 12 graden wordt. En dan gaan de bijen en de hommels alweer vliegen. En als ze dan niks te eten hebben, ja, dan redden ze het vaak niet terug naar hun hol terug. En dan ja, dus dat is natuurlijk erg jammer. En als er wat mooie krokussen in bloei staan, of winterakonieten of dergelijke sneeuwklokjes, dan heb je eigenlijk een prima basis in januari, februari om daar. En nu al planten dus? En die moeten er nu al bijna wel in, ja. Okay. Ja, ze komen nu langs, want worden ze uitgeleverd aan de groothandel. Ja. En dus ze zijn een beetje vanaf nu te bestellen. En dan als het een beetje september, oktober de tuin ingaat, dan is dat helemaal mooi. Dus, okay. Maar zeker niet winterklaar maken, alsjeblieft niet meer. Dat is al de tuin. Knoop het in je oren, nooit meer harken. Nee. Ja. Nee, niet spitten, niet schoffelen. Laat het bodemleven zijn werk doen en zorg ervoor dat die natuur in die tuin in evenwicht blijft of komt. Oké, okay, nou, het is heel goed dat je dat bolletjes alvast aankaart. Want er komen straks weer de bolle uitdeelactie. We hadden natuurlijk een paar maanden geleden hadden we de oproep van: wil je nou biologische krokussen bestellen? Doe dat dan via ons. En de uitdeeldag is op 19 september in de Hortus. Dus heb je je daarvoor aangemeld, dan kun je die dan ophalen. Dat ten eerste. Daarnaast wil ik graag nog eventjes de stand van het NK tegelwippen doornemen. Want ja, hoe ver zijn we inmiddels? Nou, ik heb het eens eventjes opgezocht. We staan 14e. Kom op, nog even zeg maar die dingen eruit. Grasbetontegels tellen mee. Ga daarvoor, haal die parkeerplaatsen erbij en maak die ook wat groener. Want dan kunnen we nou ja, op zijn minst in de top 10 klimmen. Dat zou toch leuk zijn? Zwolle staat nu 10e. Nou, Leiden boven Zwolle. Ik zou zeggen, dat kunnen we aan met z'n allen. Mocht je nou denken, hoe ga ik dit doen? Mijn tuin is een parkeerplaats. Nou, daar is een boek over. Mijn tuin is een parkeerplaats. We geven 3 exemplaren weg. Wat moet je daarvoor doen? Nou, eigenlijk is het heel erg gemakkelijk. Je hoeft er namelijk, nou ja, ik wil niet zeggen niets, maar bijna niets voor te doen. Je stuurt een mailtje naar jaarvandetuin@leiden.nl en dan kunnen we aan de eerste 3 mailers kunnen wij dan een boek uitloven. Help, mijn tuin is een parkeerplaats. Je weet nu wat je te doen staat. Dat was hem weer voor deze week. Sjaak, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw deelname, voor al je uitleg en toelichting. En nou ja, wellicht tot een volgende keer in de studio. En voor jullie hetzelfde, tot een volgende keer.